Hallo reviewvrienden, hoe is het met jullie? Lekker weekendje gehad? Ik ook. Mooi. Ja, nieuws van de televisierkant. Ze reageren niet op mails waarop ik schrijf. Hoe kan het nou toch dat ik uitgesloten word met het prachtige reviewkanaal? Hoe kan het nou? Duizenden en duizenden mensen hebben laten weten dat ik mee moet doen met de televisier online series. Ik ben gewoon uitgesloten. Dat mag niet van de wet. Dat wordt dus weer een kort gedingetje. Wat zit er onder het doosje? En wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ik heb nu toch al zin in die overwinningsspeech. Laten we wel wezen, ze moeten uiteindelijk toegeven dat ze me niet volgens het reglement eruit hebben gekieperd. Dus dat ze mij terug moeten nemen. En dan gaat heel Nederland mijn kampioen maken. En dan kan ik daar lekker in Hilversum met al die mensjes een speechje houden. Ik weet het niet, maar misschien gaat mijn speech over uitsluiting. Dat zou heel goed kunnen. Ah, zo zin in. Protein. De supermarkten liggen tegenwoordig vol met vegan, vegetarisch en protein. Alles is tegenwoordig protein. En God mag weten waarom alles protein is. Want protein, de mensen die altijd bezig zijn met protein, zijn mensen die de hele dag in de sportschool zitten. En ik vraag me dan af, als je de hele dag in de sportschool zit, of je dan zo'n reep koopt. Nature Valley, 10 gram glutenvrij, protein, pinda's en chocola. Dus dan heb je je helemaal godsgruwelijk afgetreden in een sportschool. En dan neem je een reep met pinda's en chocola. Oftewel M&M's. Dat doet toch niemand die protein nodig heeft? Of ben ik nou gek? Volgens mij is protein is dat een nieuwe keyword. We hadden vroeger natuurlijk duurzaam. Alles was toen duurzaam. En nu is alles protein. Nou, dat zal wel. Chocola en pinda's. Niet helemaal mijn dingetje. Protein. Gezouten karamelnoten. Ja. Dus heb je de hele middag heb je in de sportschool gehangen. En daarna denk je, ik heb behoefte aan protein. Ik neem een karamel gezouten karamelnotenreep. Dat doet natuurlijk helemaal niemand. Dan heb je namelijk allemaal voor Jan Joker in die sportschool lopen te zweten. Protein, rood fruit en pinda's. Rood fruit en pinda's. Ik vraag me af waarom dit wordt gepositioneerd als gezond. Misschien kan ik dat lezen ergens. Even kijken. Wanneer je trek krijgt, neem dan een net zo'n protein. Deze brand 20% van de aanbevolen hoeveelheid eiwitten. Ja, dat is het gaat dus om de eiwitten. Om de protein. Kijk, dan heb je ze ook op het plaatje van mensen die heel hard op een fiets zitten. Hier hebben we dan een meneer die keihard aan het rennen is. En hier is een mevrouw die ook op een fiets zit. Maar die kijkt zo blij dat ik me afvraag of er van zadel op zit. Nou ja, het is gewoon, als je het mij vraagt, bullshit. Ja, ik heb een tijdje geleden ook protein, kwark en yoghurt en shit is totaal smakeloos overigens, maar dat snap ik nog wel. Maar je gaat toch geen reep met chocola en noten nemen als je keihard hebt gesport? Nou goed, dat zal allemaal wel. Ik ga wel proeven. De protein, rood fruit. De protein, karamel. En de protein chocola met pinda's. Voordat ik het ga kijken, wat zit er? Want zo'n reep is. Hoeveel calorieën bevat dat? Oh, dat bevat op 200 calorieën. Wat gewoon heel veel is. Ik ga beginnen bij de chocola met pinda's. Waarom? Daar heb ik gewoon niet zoveel trek in. Kijk, hoe ziet het eruit? Nou, zo. Komt die.
één grote dikke chocoladereep zit eronder. Met dus pinda's in elkaar geplakt met karamel. En daar zit ook nog chocolade dingetje in. Zo lekker als je wil afvallen. Voordeel is dat de combinatie pinda's en chocolade mag wel lekker zijn. Deze reep vind ik gewoon lekker. Ja. Hoezo kan je het niet lekker vinden? Het is wel een hele machtige chocolade en pindareep. Dat kan je ook Snickers noemen bijvoorbeeld, want hier zit ook karamel in. Nee, maar het heeft er echt helemaal geen ruk met gezond te maken. Ingrediënten. Geroosterde pinda's. Geïsoleerde soja-eiwit. Stukje chocola. Suiker. Cacaoboter, daar word je ook mega dik van. En nog meer suiker. Fructose. Glucose siroop is nog meer suiker. Pindakaas zit er ook in. Er zit in ieder geval 8 verschillende soorten suikers in. Nou, dan gaan we maar gelijk naar de karamel zeezout pinda's, waar je helemaal geen trek in hebt. Nou, die ziet er zo uit, precies hetzelfde. Alleen hier zitten dan, ja, is het mijn vraag, is dat dan, is er ook gewoon weer chocola? Nou. Ja, pinda's. En elkaar gepakt met karamel. Deze is nog iets machtiger dan met die chocola. Dus er zit zoveel karamel in, dus bijna niet doorheen te kouwen. En echt lekker van smaak is hij ook niet. Gadverdamme, dat is gewoon vies. De enige die het nog goed kan maken is met fruit. En dat is meestal wel gewoon lekker, laten we eerlijk zijn. Ja, nou kijken. Dit is dan een fruitreep. Fruit erin. Hier. Er zit een beetje fruit in, of er is al een pindaag. En, tadaa, weer. Deze stinkt. Nou. Net your belly. Met je hele lekkere repen voor sportende mensen. Punt 1. Mensen die sporten, die willen gezond blijven. Die gaan niet de karamel pinda's reep vreten. Of flik je er nou extra eiwit in of niet? Punt 2. Ze zijn niet te knagen. Ze zijn van hele vieze, zoete, gore dingen. Daarnaast, dit zijn geen goedkope reepjes, dat weet ik ook wel. Maar ze vallen zo verschrikkelijk tegen. Er zit bijna geen smaak in, behalve heel zoet. En heel goor. Eigenlijk is er weinig verschil. Ik zou je sterker vertellen. Met chocola heeft nog het meeste smaak. Wat een klote product, zegt dit. Ugh. Tijd voor de cijfertjes! En de cijfertjes worden een slachting. Een slachting van formaat. Net zoals trouwens, als ik meedoe bij de televisie, dat is een slachting wordt voor de rest van die kandidaten. Ze zijn kansloos. Dat is ook de reden waarom ik ben uitgesloten natuurlijk. Maar goed, we vechten terug. Het valt verschrikkelijk tegen. Ik dacht eigenlijk misschien wel dat het nog wel aardig kon zijn. Protein rape. Dit is met karamel en pinda's. Sea salted, gezout karamel. Is smakeloos, is niet lekker, is veel te zoet. Gore zoete hap. Niet doen. En 3. Degene waarvan ik dacht die wel lekker zou zijn, die met vruchten, die is ook niet lekker. Ik wil zeggen, die stinkt. Ik weet niet wat ze er precies in hebben gedaan, maar het is gewoon niet lekker. Er zit veel te weinig fruit in. Het is alleen maar pinda's en suiker en weer chocolade achtergrond. Cacaoboter. Noem de hele shit maar op wat je helemaal niet wil hebben als je sporter bent. Of überhaupt als je iets lekkers wil. Dus deze krijgt er 4. Dit is met rood fruit. Nou, ja. Nou ja, de beste is dan nu met je chocola. Zit je chocola met pinda's te bikken met karamel ertussen. Goh, wat een gezond reepje. Nou, dat is verre van gezond. Het is alleen maar dikmakend en zoet. En deze is eigenlijk ook niet echt lekker, dus ik ga een 5.
ik zou je vertellen, ik vind het niks. Ik vind het troep. Mijn CD niet kopen of aan mensen geven. Ik val me erg tegen. Zeker voor de prijs. Ja, het kost zo'n pakketje. Dat kost toch zo 3, 4 euro? Heb je 4 repies. En dat is smerig. Nou, toch. Tot bij de speech. Televisie.